Een goedemiddag bij de highlights van week 7 van de Dutch Stars Quarantine League. De laatste reguliere weken waren eigenlijk de beslissingen al werden gemaakt. Daniel de Calter tegen Jimi Hendrix mocht uh, de laatste wedstrijd van hun uh, competitie spelen. En helaas voor hen werd het een wedstrijd van laag niveau. Jimi Hendrix schort hier de enige 180er van de wedstrijd. En uh, met name Daniel de Kalter kon uh, niet aan uh, zijn niveau komen. Jimi Hendrix uh, trouwens ook. Die uh, deze wedstrijd volledig uh, in zijn hand had. Gaat hij uitbouwen naar een finish toe. 138 staat klaar. Ja, die gaat uh, niet uit. De pijlen in, uh, zaten overal bij Kalten En uh, Jimi Hendrix gooit hij dan wel 32 uit. Maar daarna kwamen de moeilijkheden. Het staat 2-0 voor Jimi Hendrix. Hij komt dan al opnieuw oh, als eerste op een finish. Maar het lukt dan niet om 5 uit te gooien en dan krijgt hij moeilijkheden op de dubbel 1. De eerste drie pijlen worden hier gemist. En daar komt hij, de derde pijl wordt gemist. En Olde Kalter, die kon, lukt het ook niet om dichterbij te komen. Dan krijgt uh, Hendrix opnieuw drie pijlen op dubbel 1. Ook die gaan uh, niet raak, zes pijlen dus gemist. Olde Kalter nog steeds niet uit. En dus is het hier dan uiteindelijk de achtste pijl op dubbel 1 die... Uh, de lek binnenhaalt. Jimi Hendrix pakt vervolgens nog een paar legs erbij. Staat dus 5-0 voor. Daniel De Kalter, zijn enige lek wel een mooie finish. 124, zijn hoogste finish van de league. En dan mag Jimi Hendrix hier voor de winst 46 worden uitgegooid via. Uh, ...dubbel 16 in de wedstrijd waar ze beide niet uh, tevreden over zullen zijn. Dan Alan Roelofs tegen Berry van Peer. Beide kwalificeerden zich al voor de play-offs. Maar ja, op welke positie kwalificeer je? Dat is natuurlijk wel van belang. En dus was dit wel de belangrijkste wedstrijd van deze league. Het ging gelijk op. Berry van Peer kwam uh, als eerste op voorsprong, zoals je net zag. En gaat hier opnieuw een mooie finish neerzetten. 84 wordt uitgegooid. Maar daarna kwam uh, Alan Roelofs terug pakt de twee likes op rij. En dan hier 99. Die wordt ook nog uitgegooid. Dat zie je. Dubbel 16 gaat raken. En dan pakt Roelofs het eerste punt. 56 voor Van Per. Gaat hij dan uit. Naar tops. Die zit niet erin. Dubbel 10. Ook niet. Die zit er buiten. En dan krijgt Roelofs een wedstrijdpeil voor um, de twee punten. Triple 18 zit raak. Hij krijgt dus als twee. Dubbel 12 zit er dan nog net in. Maar daar is dubbel 6. En die zit uh, vol in de dubbel. Dus mag uh, Roelofs de winst vieren. Dan Arjen Konteman tegen Kevin Doets. Dat was op de donderdag. Dat was een wedstrijd van hoog niveau. Beide mannen hoefden niet per se meer. Konteman uh, uh, kon zich niet meer kwalificeren. En Kevin Doets die had zich al uh, ruim gekwalificeerd als nummer 1. Toch uh, wisten beide mannen een uh, hoog niveau in deze wedstrijd uh, neer te zetten. Hier een 180er van Arjen uh, Konteman. Die uh, ja, goed begon. Komt hier een voorsprong. 81 naar dubbel 12. En uh, ja, dan speel je toch tegen de nummer 1 en sta je met 2-0 voor. Gaat dat in je hoofd zitten? Weet het niet. Kevin Doets hier met een mooie 121 finish hoor. Dat finisher dat uh, doet hij toch ook altijd wel goed, Kevin Doets. En uh, pakt dus uh, de voorsprong uh, langzaam. Komt de man, lukt het niet om die vier legs uit te bouwen. Dat zien we, hebben we vaker gezien in deze league. En dan de 71 gaat uit voor het eerste punt. Waar Conteman uh, dan alsnog verdient tops uitgooit om de gelijkmaker te maken. 6-6 was de uitslag. Vincent Kampuis tegen Heine Uldrichs. Dit was de wedstrijd van Heine Uldrichs. Uldrichs gooide hier het hoogste niveau van uh, zijn league carrière hier in de Dutch Chars League. Maar ook het hoogste uh, gemiddelde van de gehele league. Dat in de laatste wedstrijd, de laatste reguliere wedstrijd hier, Oudricks gooide ruim 97 gemiddeld, ruim niveau om eens aan Q-school te denken, zou je zeggen. Toch was de eerste lek Vincent Kamphuis, die aan het regeren was, gooit hier een mooie wegzetbeurt om op dubbel 14 te zetten. Die gaat raak met één pijl. Maar uh, Heine Oldrichs pakt drie legs op rij. en Staat dan op 167. Gaat hij uit? Nee, Boelsaar gaat er niet in. Maar hij heeft uh, wel laten zien dat hij echt de beter is in deze wedstrijd. Goed een hoog niveau die Campa uh, helaas niet aan kan. Ook op de dubbels is hij sterk. Heeft hij weinig pijlen nodig. Komt op 5-1 voorsprong. En blijft die 180ers gooien. Dit is 180er, 103 van deze league. En Oldrichs uh, is de koning van de 180ers. Gooit ruim meer 180'ers dan alle andere uh, deelnemers. Volgt uh, dan nog naar die 180er. Opnieuw een mooi score. En dan komt hier de tweede 180er van uh, deze leg. Na 9 pijlen staat hij dan op 60. En die gaat hij ook niet uitgooien. En 11 darter is het. Tweede pijl op tops. En die is raak 6-1 staat het dan voor Heine Oldrix. Het is niet de wedstrijd van, uh, van Vincent Kamphuis. En dus kan Oldrichs hier naar de winst. Met één pijl is er maar nodig voor tops. Dan gaan we kijken naar de eindstand die we eigenlijk al wisten natuurlijk. Kevin Doets, Heino Oldrichs, Oom of en Barry van Peer staan in de play-offs. En Jimi Hendrix, Arjan Konteman, Daniel de Kalter en Vincent Kampuis ...die maken de top 8 compleet. En hebben helaas de laatste wedstrijden van hen gezien... Dan gaan we even kijken naar de finales, want we gaan de finale week in. Op 9 juni de eerste half finale, dat is op dinsdag. Kevin Doets tegen Barry van Peer. En op 10 juni, de dag daarna, Heine Oelderiks tegen Owen Roloffs. Twee hele mooie wedstrijden. Op 12 juni dan de finale, dat is op vrijdag. En dan zullen we zien wie de eerste winnaar wordt van de Dutch-Darts Quarantine League. Bedankt voor het kijken naar deze highlights en uh, hopelijk zien we je aankomende week in de finale week.